even de opzet toch voor Molendag. Wat is nou de voornaamste doelstelling? Waarom doen jullie dat nou eigenlijk? Ja, bekendheid voor de molen en voor onze winkel natuurlijk. En ook omdat er nog veel Schiedammers zijn die geïnteresseerd zijn in de molens. En molenaren uit andere plaatsen die het toch leuk vinden om te komen kijken. Ja. Wat is jouw functie hier? Ik sta in de winkel gewoon en dan het verkopen, zakjes vullen en gewoon vrijwilligerswerk. Ja. Voor mensen die geen idee hebben, die gewoon naar de bakker gaan of naar de supermarkt en daar een heel brood halen. Wat is nou het verschil met de granen en de tarwe en dat soort dingen die jullie in huis hebben? Nou ja, wij maken het meel helemaal zelf. We malen het, we mengen alles zelf. En er zitten dus bijna geen toegevoegde stoffen in toegevoegd. Nou, als je naar de supermarkt gaat, heb je vaak toch extra suikers toegevoegd. Net wat extra meer vet. Dus het is vaak gezonder als je zelf een brood bakt. Ja. Nemen mensen nou nog de moeite om zelf brood te bakken bijvoorbeeld? Het wordt steeds meer. Het speldmeel bijvoorbeeld wordt ook steeds meer populair. Dit is gezonder, beter voor de darmen. Dus daar komen mensen voor over de winkel in. Ja. Nou, we hebben hier een heel assortiment met allemaal keurige pakjes. Zonder op de dingetjes te spieken. Wat verkoop je nou vooral? We hebben kant-en-klare broodmixen. We hebben gewoon losse meel- en bloemsoorten. En dan de cake mixen. Ja. Voor de koekjes, de cake, taarten, cupcakes. Welkom in Schiedam. Thank you very much. I feel very welcome. Yeah. Where are you from? South Africa. And why here in Holland to see the Dutch mills? To see the Dutch mills and to see my family. Okay. Your family is in Schiedam? Yes. Tell me about something, about your family. Well, my father left Holland in 1953 for South Africa. Yeah. And that's where I was born. Now I've come back for the first time to come and visit all my nephews and nieces. Yeah. What's your first impression of Schiedam? Beautiful. Yeah. Beautiful. What do you think is beautiful? Everything, the way everything's been kept. The history. History. Yes. Mills, Geneva. I'm still going there. Give me a chance. We're going there now. Yeah. Are you only in Schiedam or are you going to visit Amsterdam or other places? We're going all over Amsterdam, Schiedam. We're going to Zeeland. Do you have mills in South Africa? No. We have artificial mills, yes. Yeah. That were built just for the architecture of it. Yeah. Yeah. What is your impression here? Great. It's beautiful. Yeah. I enjoy it. I love looking at it. Even over de openingstijden. Wanneer zijn jullie geopend? Op woensdagmiddag van 12 tot 5. Vrijdag van 10 tot 5. En op zaterdag van 10 tot 4. Ja, dus je moet niet maandagochtend trek hebben in vers gebakken brood. Want dan ben je er even niet. Nou ja, je kan het wel zelf bakken zondagavond. Maar we zijn alleen op woensdag, vrijdag en zaterdag geopend. Maar wat is nou het geheim van een goede pannenkoek? En hoe bak je hem? In de pan. Ja. Nou, dat is wel... dan kan ik het ook... Wat heb je, bedoel, er moet toch een bepaalde mix zijn. Ja, je kan tegenwoordig zelfs kant-en-klare pannenkoeken in de magnetron gooien, maar dat vind ik niks. Dit wordt met de eieren en... geen boter, alleen eieren. Ja. En dan meel. Dan mixen we dat als kant-en-klare, dan die wordt hier gemengd in de molen. Ja. En dan bakken wij ze. Heeft de pannenkoek nog toekomst? Je had net mensen uit Zuid-Afrika. Zijn die dan geïnteresseerd in pannenkoeken? Hij heeft nog niks genomen. Nee. Nee, dat moeten we nog even terug. Oh, maar even terughalen, die man. Okay. Ja, ja. Ja, de kinderen zijn er gek op, hè? Ja. Ja. En de pannenkoeken bakken zelf? Ik lust ook wel jou, hoor. Ja. Ja. Maar vanavond liever een borreltje. Vanavond liever een borreltje, ja. Okay. Veel plezier vandaag. Dan de enige echte borrel, hè?